Er huizen twee zielen in zijn borst, die van een econoom en die van een rabbijn, schreef NSC Handelsblad nog onlangs. De priesterdichter, de domineedichter, de dichterpsychiater, het zijn allemaal bekende stereotypen. Maar deze dichter heeft een wel zeer onpoëtisch beroep. In het dagelijkse leven bekleedt hij de leerstoel cultureel ondernemerschap en management aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn opvatting is dat tussen poëzie en wetenschap geen wezenlijk verschil bestaat en dat je dus zowel een gedicht over de rentevoet van de Europese Centrale Bank als over de toestand in het Midden-Oosten als over een slapende vrouw in het maanlicht moet kunnen schrijven. En dat doet hij ook in genereuze, kloeke, dikke bundels die elkaar razendsnel opvolgen. Hij is nu al voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Herman Koningprijs. Ik denk niet dat één dichter hem dat ooit heeft voorgedaan. Degene die vorig jaar uiteindelijk de Herman Koningprijs won, Peter Verhelst, had overigens hem die lauwerkrans graag gegund. Als ik in de jury had gezeten, zei Verhelst, dan had hij de prijs gekregen. Ik hou heel erg van zijn poëzie, omdat ze mij op de zenuwen werkt. Hij weet dat, ik heb het gezegd. Zot word ik ervan. Uit de mond van Peter Verhelst is dat, zoals u begrijpt, een groot compliment. Uw aandacht voor de laatste van de zes genomineerden, Nahum Wijnberg. Dank. Zwaar licht. Je kan honderden voorbeelden geven van wat gewicht is, maar je herinnert er maar één. Wanneer je 120 kilo weegt, omdat je tegen iemand op wilde lopen die tegen je zegt, je kan niet altijd zo zwaar zijn. En dan nog één. Een kind met elk van zijn handen in de hand van een van zijn ouders, die hem samen optillen en laten schommelen terwijl ze verder lopen. Je maakt het licht te zwaar, omdat je er niet goed in bent en niet van anderen wil leren. Daarna word je enkel om wat zwaar is gevraagd, in je hoop dat je ondertussen, je kan niet zeggen hoe, beter zal worden in het lichte. Ik ben trouwens blij hier te zijn, want vorige keer kon ik niet komen. Mijn excuses daarvoor. Het laatste waar herinnering het beste voor is. Kunnen citeren is je herinneren. De todo la memoria solo vale ad don preclaro devo Carlos Sueñas. Je misherinnert je Machado als het enige waar dromen goed voor zijn. En waar dromen nog meer goed voor zijn, om nog een keer met iemand te spreken als dat niet meer kan. Als jij ergens niet alleen geweest bent, wil jij zijn wie het zich herinnert. Hetzelfde als jij niet de enige bent die iets gelezen heeft. Het gaat zo snel, het is moeilijk om te lezen, maar het laat zich goed onthouden. Van al dat herinneren, het enige dat iets waard is, je misciteert Machado, voor wie je wel op wil staan, als je in een bus of een trein zit en er geen lege plaats meer is. Maar hij wuift je weg, hij hoeft niet te zitten. Sorry, ik kon niet bij de doorloop zijn, dus ik wilde even checken dat het klopte. Aan het begin van de avond. Toen je op een strand aanspoelde, keek een meisje naar je alsof haar een vraag gesteld werd. Niet door jou, maar door iemand ver weg. Je wenste haar een huwelijk waarin zij en wie bij haar is, samen antwoord probeerde te geven. Je liep op straat en voor je uit liepen twee huwelijksmakelaars.
Waarover spraken ze met elkaar? Over hoe erg hun laatste twee klanten hen nodig zouden hebben. Dank u.